Welkom Waterman bij jouw kaartlegging. Vandaag gaan we 3 Lenormand kaarten erbij nemen. En we voegen er op het einde ook nog een persoonskaart aan toe, zodat we een idee hebben van wie er eventueel bij deze lezing betrokken kan zijn. En de Lenormand kaarten voor jou zijn de slang, de roede en de ooievaar. Ja, ik denk dat je hier eerst nog iets moet afsluiten. Er is hier een geschil, een ruzie die er is. En dit moet eerst uitgeklaard worden. Probeer dit op een zo constructieve manier het hoofd te bieden. Maar het is absoluut wel een uitdaging waar dat je voor staat. Ik denk ook dat zowel wat de slang als wat de roede betreft, dat je je best openstelt voor de situatie waarin je verzeild bent geraakt. En dat je ze probeert te begrijpen. En niet alleen probeert te begrijpen vanuit je eigen standpunt, maar ook vanuit de persoon die erbij betrokken is. Dat je dat probeert te begrijpen. Nu, iemand proberen te begrijpen wil daarom nog niet zeggen dat je het eens bent met die andere persoon. Maar dat houdt de communicatielijnen wel open. En ja, wanneer een open gesprek mogelijk blijft, dan is er ook altijd een uitweg mogelijk. Nu, afgaand op de kaarten hier, eens dat dit voor dit een oplossing gevonden kan worden, dan ga jij een nieuw begin maken. De zon komt hier piepen aan de hemel. Het begin van de dag, een nieuwe dag breekt aan. Dus je gaat daar een nieuwe start kunnen maken. Een volgende levensfase aanvatten, een nieuw begin. Het kan ook letterlijk te maken hebben met de ooievaar en met zwanger zijn. Maar je mag het ook breder zien. Die nieuwe levensfase, een nieuw begin dat er staat aan te komen. En dan gaan we eens kijken welke persoon eventueel betrokken zou kunnen zijn bij deze situatie. Daarvoor gaan we er een persoonskaart bij nemen. En een persoon die hier eventueel bij betrokken zou kunnen zijn, kan eventueel een maagd zijn. Zo, dit was jouw kaartlegging. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.